Diep onder de Frans-Zwitserse grond ligt de Large Hadron Collider, het grootste natuurkunde-experiment ooit. Het door CERN gebouwde apparaat ligt op een diepte van 50 tot 175 meter en is op dit moment de krachtigste deeltjesversneller op aarde. In een 27 kilometer lange tunnel botsen bundels protonen met bijna de lichtsnelheid tegen elkaar. Door het nabootsen van deze mini-oerknal hopen wetenschappers antwoorden te krijgen op vragen als: hoe werkt de zwaartekracht en waarom bestaat het universum? In deze driedelige miniserie reist Tweakersaf naar CERN in Zwitserland om dit enorme experiment met eigen ogen te aanschouwen. In de eerste aflevering zagen we waarom we zo'n enorm apparaat nodig hebben om het standaardmodel verder te doorgronden. Ook zagen we in vogelvlucht hoe elektromagneten de deeltjes in de versnellerbuis op hun plaats houden. In deze aflevering zien we hoe alle verzamelde data wordt opgeslagen via het speciaal ontwikkelde grid. En we gaan langs in het CERN Control Center, waar het enorme experiment 24 uur per dag draaiende wordt gehouden. Welkom in de CERN Control Center. Zoals jullie kunnen zien zijn hier 4 eilanden. In dat eiland gebeurt de controle van de infrastructuur. Dus dat is alles wat met elektriciteit te maken heeft, met koeling, dus waterkoeling, met ventilatie. Maar ook dus de koeling van de superglijdende magneten. Dan hebben we het eiland voor de injectoren. Dat zijn de kleinere versnellers, die zijn daar. Dan heb je het eiland van de SPS, dat is het superprotonsynchrotron. Dat is een versneller van ongeveer 7 kilometer. En dan uiteindelijk heb je hier het eiland van de LHC, waarbij de LHC bestuurd wordt. Dus als je de deeltjes bekijkt, de deeltjes die gaan eerst door een lineaire versneller, die is dus recht. Dan komen ze in de PS booster, nadien in de PS protonsynchrotron. Uiteindelijk komen ze dan in de SPS en vanuit de SPS gaan de deeltjes naar de LHC. En dan zitten de protonenbundels in de LHC die ze op snelheid houdt. Elke bundel heeft een vergelijkbare hoeveelheid energie als een 200 meter lange TGV-trein die 150 km per uur rijdt. De kleine 6000 pakketjes protonen draaien hun rondjes in 2 aparte buizen tot ze op een paar plekken in botsing worden gebracht bij de verschillende experimenten. In elk van die experimenten werken ongeveer 100 universiteiten met ongeveer 2000 man of zo. En ja, die hebben dezelfde doelen, dus het vinden van die nieuwe natuurkunde, maar die hebben net een andere strategie verzonnen. Dus ze hebben net bijvoorbeeld, één heeft bijvoorbeeld heel bedacht, wij gaan juist focussen op muondeeltjes detecteren, want dat vinden we heel belangrijk. We denken dat daar de nieuwe natuurkunde zit. En we doen iets minder aan de energiemeting. Terwijl ze bij een ander experiment denken, nee, we gaan juist op die energiemeting en we doen de muonen maar ietsje minder. Dus er is een andere strategie gekozen. Nou, en wat we met de natuurkunde doen, we proberen dus nieuwe fenomenen te vinden. Maar je probeert het wel snel te doen en ook goed te doen. Dus het helpt enorm als je een concurrent hebt, want dan wil je geen misstap maken. Maar je wil wel de eerste zijn en de beste zijn. Ja, er is een enorme vriendschappelijke rivaliteit tussen die twee experimenten. Ja, die mensen leven op CERN. CERN is een klein, net als een science park ongeveer. Dus die mensen leven samen, die zitten in hetzelfde gebouw, die eten in dezelfde kantine. Dus het is een hele leuke vriendschappelijke rivaliteit. Maar puur wetenschappelijk gaat het er soms heel hard aan toe. Dus het is echt wel een sterke concurrentie om de beste te zijn en het eerste. Dus dat drijft elkaar wel tot een grote hoogte. Deze gezonde concurrentie tussen de verschillende projecten werkt als een drijfveer voor de wetenschappers. De twee grootste experimenten op CERN zijn ATLAS en CMS, die ook verantwoordelijk waren voor de ontdekking van het Higgs-boson. Het Higgs-boson is wel het kroonjuweel van wat we in de LHC Run 1 van 2010 tot 2012 hebben gezien. Dat was een deeltje wat in de jaren 60 was voorspeld en dat nu pas is gezien. Ook het laatste deeltje uit het standaardmodel wat we nog niet hadden geobserveerd. Dus wat dat betreft heel bijzonder. Maar nu is natuurlijk de volgende stap om te kijken of er nog nieuwe deeltjes zijn. Die misschien niet voorspeld zijn of wel voorspeld zijn, maar nog niet gezien zijn. En daar zijn een heleboel verschillende voorspellingen over. Die ontzettend gevarieerd zijn qua signatuur. En daarom is zo'n detector die allerlei verschillende dingen kan zien daar heel nuttig voor. Omdat hij dus al die verschillende scenario's kan onderzoeken. CMS is een van de twee detectoren, dit noemen ze general purpose detectoren. Dat zijn detectoren die in principe elk type botsing wat er aan de LHC gebeurt kunnen bekijken. Het is niet zo dat we al die botsingen kunnen bekijken, want daar maken we een selectie van.
Maar uiteindelijk zijn wij bedoeld om in principe, als er een of ander nieuw type botsing die we nog niet kennen, wordt geproduceerd, kunnen wij ze zien. De twee grootste detectoren moeten wel dezelfde deeltjes detecteren, maar zitten toch anders in elkaar. Daarom verschillen ze in opbouw en uiterlijk. CMS bestaat bijvoorbeeld grotendeels uit een enorme seleniummagneet die een veld opwekt dat 100.000 keer zo sterk is als dat van de aarde. Door deze magneet weegt de detector 14.000 ton. Atlas zit iets anders in elkaar en is lichter, maar wel twee keer zo groot, 46 bij 25 meter. Vergelijkbaar met een flink kantoorgebouw. Zo'n detector, alle detectoren zijn ongeveer rond hetzelfde principe gebouwd. Ze hebben allemaal, in het midden van de detector vindt de botsing plaats. En vervolgens bouw je er lage detectoren omheen die op verschillende manieren de deeltjes identificeren. In het geval van CMS betekent dat we hier in het midden detectoren hebben die eigenlijk alleen kijken waar deeltjes zijn geweest. En vervolgens allemaal lagen eromheen hebben die de deeltjes stoppen en dan de energie meten. Want doordat ze helemaal stoppen kan je dan alle energie omzetten in een signaal. Die detectoren in het midden zijn gemaakt van silicium. Dat is eigenlijk heel erg vergelijkbare technologie met CCD-camera's. Behalve dat dit ongeveer 100 miljoen uitleeskanalen heeft en dat het dus 40 miljoen keer per seconde een foto moet nemen. En dat kan eigenlijk alleen door de compressie hier al op de detector te doen plaatsvinden. Dus dat is wat er gebeurt. Hier doen we al zero suppressie. We zetten dus overal zeg maar een threshold. En alleen als het signaal erboven is, wordt het sowieso al door de detector naar de analoog digitaal converter gestuurd. En dat wordt dan allemaal geconverteerd. Er zit hier ook een optische link die uiteindelijk die informatie zeer suppressed naar buiten stuurt. Dus dat is die binnenste detector. Die is zo precies omdat je hier een solenoïde magneet hebt. Die supergeleidende magneet die geeft dus dat hele sterke veld. En dat betekent dat geladen deeltjes worden afgebogen. En deze CCD-achtige detectoren die stoppen die deeltjes niet. Maar in plaats daarvan volgen ze het spoor. Daarom heten dit spoordetectoren. En die kunnen dus afhankelijk van hoe die deeltjes worden afgebogen, kunnen ze het spoor zien. Als het bijvoorbeeld linksom of rechtsom gaat, kan je zien of het een positief of negatief geladen deeltje is. Als je weet wat het magneetveld was. Sterker nog, je kan ook nog zien wat de snelheid of eigenlijk de impuls van het deeltje was. Op het moment dat je kan zien hoe snel of hoe ver die wordt en hoe hard die wordt afgebogen, dat deeltje. Per seconde komen er ongeveer 40 miljoen pakketjes protonen het experiment ingevlogen. En die botsen in het centrum, echt in het midden van de detector. En dan krijg je een soort schokgolf die door alle lagen van de detector naar buiten vliegt. En om die schokgolf zeg maar, te kunnen analyseren en daarna er fysica mee te kunnen doen, zijn er verschillende lagen detectoren geïnstalleerd in de detector. We hebben software die de foto's analyseert. Dat gebeurt eerst hier beneden onder de grond in een heel groot rekencentrum dat wat we de high level trigger noemen. Dat is het voorselectiesysteem. En als ze daar geselecteerd worden, dus als we denken dat er interessante botsingen zijn, worden ze verscheept en worden ze op het CERN-terrein in het computercentrum worden ze geanalyseerd. En die resultaten worden op een gegeven moment dan voor fysica gebruikt. En wat we doen is, je hebt op een gegeven moment heel veel punten die je gemeten hebt in de detector. En we gaan uiteindelijk proberen om daar sporen uit te maken. Dus lijnen die van geladen deeltjes komen. Daarvoor gebruiken we wat we een helixmodel noemen. Dus een gedeeltje in een geladen veld maakt een krulbeweging. En we kijken of die krulbeweging overeenkomt met de meetpunten die je uiteindelijk in de detector hebt. Al die detectiesoft en hardware komt niet uit de lucht vallen. Niets is standaard. Niets komt van de plank. En er is nogal wat om in elkaar te zetten. Zo'n detector als CMS, die wordt natuurlijk niet door één of twee personen gemaakt. Dat werken in totaal, afhankelijk van hoe je het uitrekent, en het varieert ook nog van dag tot dag, ergens tussen de 3 en de 3.500 mensen aan. Inclusief ongeveer 1500 studenten.
Die mensen komen van overal ter wereld. Op dit moment doen daar universiteiten mee van, ik geloof, 80 verschillende landen. En om daar dus samen aan dat soort projecten te werken is soms ook een hele interessante uitdaging. Want je moet dus in een internationale omgeving met mensen die van overal ter wereld komen, moet je samenwerken om zo'n gigantische kathedraal van de fysica te bouwen en die ook werkend te krijgen en werkend te houden. Dat kan soms heel moeilijk zijn als er culturele verschillen zijn gewoon. Dat maakt het, vind ik, ook wel heel leuk. Maar niet alleen die culturele verschillen zijn een uitdaging. Om al die mensen van over de hele wereld samen te laten werken, is in de jaren 80 het World Wide Web bedacht door Tim Berners-Lee en Robert Caillaux. Toch kon hiermee niet de hoeveelheid data verwerkt worden die de LHC zou genereren. Daarom moest een ander systeem bedacht worden, het grid. Bij het project zijn meer dan 170 landen aangesloten, maar de meeste deelnemers fungeren als sites voor specifieke onderdelen. Het systeem is opgebouwd uit verschillende tiers. CERN is tier 0, samen met het nieuwgebouwde datacentrum in Hongarije. Tier 1 sites zijn sites die fungeren als fysieke backup van de data van CERN, zoals ook Nikkev en Sarah in Nederland. België heeft twee tier 2 sites van onder andere de Vrije Universiteit Brussel. We kunnen dat hier niet alleen. Allemaal voor elkaar krijgen. Wat we gedaan hebben is een wereldwijde collaboratie in elkaar zetten van universiteiten, van laboratoria die typisch deelnemen in LHC-experimenten en die dus gezamenlijk een infrastructuur in elkaar zetten die we typisch grid noemen. We hebben niet echt een goed Nederlands woord voor in deze context. Dat is echt een soort, je kunt zeggen, een soort rooster, een netwerk zeg maar, van al die instituten die dus hun rekenkracht en opslagcapaciteit beschikbaar maken voor LHC-dataverwerking. Al die data wordt op verschillende manieren opgeslagen, maar tape is nog steeds het veiligst voor opslag. Het 40-jarige datacentrum voldoet nog wel, maar het is krap aan het worden, vooral qua vermogen. Het idee is zeg maar dat je wat je graag wilt is voor publiekelijk onderzoek een soort Europese infrastructuur, een soort backbone grote rekencentra. En CERN is dus eentje daarvan, waarbij dus research data worden gestald. Die grote centra, natuurlijk ook onze Europese centra die deelnemen in laag 1 voor LHC. Dus die grote centra met hun tape faciliteiten, die kunnen dus ook deel uitmaken van die backbone, niet alleen voor ons, maar ook voor andere wetenschappen, waarmee ze in de toekomst, of misschien zelfs nu al, gelieerd zijn. En dat is hoe het er nu bij ligt in Zwitserland en Frankrijk. Maar er moet ook naar de toekomst gekeken worden. Er moet nu nagedacht worden over wat we in de toekomst zouden kunnen bouwen. Er liggen al plannen een nieuwe ring van 100 kilometer te boren. Maar eerst krijgt de LHC nog een upgrade naar de zogenaamde High Luminosity Large Hadron Collider. Dan worden de energieën van de magneten nog groter en de boel wordt nog beter gefocust, zodat er nog meer botsingen verkregen kunnen worden. Om al die botsingen en data te verwerken, zijn er weer andere, betere, preciezere en snellere onderdelen nodig voor de detectoren. Meer dan genoeg voor een volgende aflevering.